Ja, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. Welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel de Rotjoch. En ik heb weer slecht nieuws. Ik ben namelijk ook best wel geïrriteerd hierom. En ik denk jullie ook. Hopelijk vergeven jullie het mij, want dit is niet in mijn handen. Maar zal ook zo nu Murder online komen. En vanmiddag, dus vanavond om 19:30, zou ook nog eens Minecraft Bulldog online komen. Dat was het plan. Is het plan. Maar. Degene die de servers host van mij... Hadden vorige week al gezeikt, was hij er niet. Gisteren met Murder was hij er ook niet. Dus kon hij me ook niet online gooien vorige keer bij de vorige episode. En nu is hij dus ook weer niet thuis. Dus mijn servers kunnen niet aan. Dus ik kan geen Minecraft Murder en geen Bulldog uploaden. En dan ben ik best geïrriteerd om. Dus ik ga binnenkort op zoek naar een nieuwe host. Dus dan gaat het wel weer door. En in ieder geval dat spijpen. Maar in ruil daarvoor heb ik wel een CSGO case opening voor jullie. En ik heb er heel veel zin in. Ik heb 9 cases van Shadow om te openen. Hopelijk gaat het lukken en hopelijk gaat het, gewoon, ga ik wat leuks packen. Voor degene die niet weet wat het is een soort pack opening van FIFA. Maar dan met cases in CSGO, Counter-Strike, niet Source, Global Offensive. En als je dan een case opent, kan je een wapen eruit krijgen met een mooie skin. En die skins kan je eigenlijk verkopen, want die zijn geld waard. Het probleem is alleen, die sleutels om die case te openen zijn ook geld waard. Dus ik heb in deze video al 20 euro gestoken om überhaupt deze video te kunnen opnemen. Maar ik dacht, weet je wat, ik vind het lullig wat er met jullie gebeurt met de video. We gaan lekker CSK case openen. Let's go, I can do this. Zo, even een slokje van mijn gelukskoffie. Daar gaan we. Shadow case nummer 1. Open. Oh man, ik hoop echt die shadow dekkers te krijgen. Kom op, dekker in de eerste. Kom op. Een MP7 special delivery. Niet heel bijzonder ofzo. Fucking lelijk is hij ook zeg. Holy moly, wat een lelijke wapens. Case nummer 2 dan maar. Gaan we dan. Hoppakee. Kom op. Come on. Give me something. Geef me iets. Dude, kom op. Dit zijn die wapens, zeg maar. Dus je koopt zo'n case bijvoorbeeld voor je. Stel je voor, even 2,50 euro koop je zo'n case. Dan ga je kijken hoeveel dit waard is, bijvoorbeeld. Sell on community market of zo. Ga checken of ze waard zijn, hè. Dit ding is waard ongeveer 7 cent. Is het ding waard? Dit is 7 cent waard. Dat is dus 3 keer helemaal niks. Het is helemaal geen moer waard. Nou, volgende shadow case dan maar. Kom op, daar gaan we. Kom op. Yo, geef me iets. Geef me alsjeblieft iets. Come on. Case nummer 4. Wat? Case nummer 4. Let's go. Come on. Dit wordt hem. Ik voel het. Dit is hem. Kom op. Oh! Nou ja, Jaleel AR Stone. Holy shit, die ziet er nog mooi uit ook. Hij is een beetje lelijk, een beetje verkracht hier ook. Field tested, maar het is geen lelijke gun. Laat me het daarop houden. Dit is geen lelijke gun. Oh, hij is battle scarred, jongen. Dat ding is echt helemaal geracht, zie je dat? Het is het meeste frotte wat je kan krijgen. Helaas. Pindakaas. Volgende gaan we openen. Let's go. Kom aan, daar gaat hij. Dit moet hem worden. Gun me. Oh, jongen. Ik heb gewoon helemaal niks nog. Helemaal niks. Ik heb nog 1, 2, 3, 4 cases open. Oh, kom op. Gaan we. Kom op. Geef me iets moois. Geef me iets. Dit is toch 3 keer niks? Dit is toch 3 keer niks? Man, ik wil mijn best doen om voor jullie een leuk shadow case te openen met shadow daggers. En ik krijg poep. Echt poep. Gewoon, het is echt kloten. Echt irritant. Want mensen zeggen, ja deel, doe CSGO case openings. Doe ik CSGO case openings. Dat kost dus geld om te doen voor mij. En dat is gewoon dit. Het komt helemaal geen moer uit gewoon. Daar gaan we weer. Kom op, jongen. Jou wil ik hebben. Of jou. Jou mag ik ook wel. Jou ook wel. Waar gaan we? Kom op. Ga niet kijken. Nee! Je bent zo dichtbij! Kom op, rond door! Nee! Hij was nog stetter.
trek. Oh, kom op, ouwe. Ik was zo dichtbij. Oh, nog eentje door. Fuck off, man. Dit is om te huilen. Dit is tranen laten. Dit doet pijn aan mijn hart. Ik wil helemaal niet meer. Oh, man, ik ben het gewoon kwijt. Ik vertrouw het niet meer, jongens. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Het spijt me. Ja, fuck you. Een Statrek Mac 7. Shotgun. Ja, in ieder geval, Statrek. Maar joh, dat ding is helemaal verracht. Moet je zien, man. Zeker in Field Tested of Battlescarred. Field Tested. Oh, man, jongens. Oh, man, jongens. Alles is Battlescarred wat ik gepakt heb. Field Tested ook echt. Alles is scare. Maar, allerlaatste case. Please. Gaben. Geef me iets goeds, Gaben. Daar gaan we. Woo! Peter 50 Wingshot! Boom! Oké. Volgens mij is die wel wat... Ah, field tested, man! Ah, man. Echt, jongen. Dit zijn echt tranen die ik aan het laten ben. Hier, dit is 40 cent waard. Are you kidding me, bro? Oh, 9 cases geopend. En dit is er allemaal uitgekomen. Oh man. Ach ja, helaas, pindakaas. Het geluk mocht niet aan mijn kant zijn. Helaas, 9 shadow cases geopend. 9 keer dikke poep eruit gekregen. Dat geeft allemaal niet. Het is helaas zo. Ik kan er ook niet veel aan doen. Het spijt me. Het is heel lastig. Het is heel klote. Ik had ook liever gewild dat ik 9 keer de Shadow Knife had gepakt. Maar helemaal niks. Jammer. De bammer. Het zij zo. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Het spijt me nogmaals dat ik geen build af kon doen vandaag. En geen murder. Maar doe zeker even een bladje achter omhoog. Voor deze leuke video van Shadowcase openings van CSGO. Ja, ik dacht van nou, ik ga even wat leuks geven. Hopelijk komt er wat uit. Maar het mocht niet zo zijn. Jammer. De bammer. Shit, sorry. Jammer. In ieder geval bedankt voor het kijken. Zeker even een blauw duimpje omhoog doen als je het leuk vond. Zie je graag in de volgende video. Later wat te zien. En natuurlijk. Peace.